Uitspreekt de Turkse centrale verdediger Özkaçar. En we kijken eens naar die basiself van John van den Brom met Van der Voort tussen de palen en dan Trezor. En dan kunnen we ook nog eens kijken naar de basiself van Leuven met Romo tussen de palen. Een driemans achterhoede met De Waas. Arteaga na een slordigheidje bij Besje. Hakballetje van Eiting is schitterend. Hier is Bongonda. En afdrukken maar en scoren. Theo Bongonda eerst klaarleggen en dan de heupzwaai. En hij legt hem perfect in de rechter benedenhoek. 1 tegen 0 na nog geen 3 minuten voetballen. Kruipt Racing Genk op voorsprong van Karel Eiting. Dat gaan we hier nog eens kunnen herbekijken. Hakpaasje achterloos subtiel. En dan Arteaga die de assist zal krijgen. Mito vindt Munoz. Torstvedt krijgt die bal cadeau. Torstvedt! De redding is nodig van Romo. Van op die plek scoorde hij aan de dreef in april. Er was er eentje op de Bosuil en die is uitgesteld omwille van die Europese verplichtingen van beide teams. Dus hebben ze nu wel 2 weken repos tot de volgende match. Munoz. Daar is Onuachu die klaar stond. Onuachu gaat scoren! Het is een doelpuntje in lichte geschenkverpakking toch. Van Paul Onuachu. De voorzet van Munoz wordt niet goed behandeld door De Waast. Krijgt hij alleen hoog en niet ver. Schrijvers ingeleverd bij Heijnen. Onuachu. Subtiel. En dan Ito in de loop van Bongonda. Wordt dit de derde treffer? Bongonda rond de keeper. En dan is het moeilijk. En is er nog de terugkeer van Ngawa. Het vuurwerk mag weer de kast in. Dit lijkt heel hard op een fase aan de dreef in april. Ook toen een fout die aan de basis lag van een van de 3 tegentreffers. Toen ook Romo was nog niet vertrokken. Ngawa zie je nog naheigen. Hij redde daar net de meubelen. Hij moet misschien opnieuw alles komen redden. Bongonda in de korte hoek. En Romo met de juiste reflex, de kappersprong van scheidsrechter Van Damme. En gaan ze daar niet op terugkomen. In het VAR-centrum in Tubize. Hier is de man van die lichte overtreding. Bongonda nu toch wel met zijn rechter. Duwt hij hem nog over de goal van Romo. Die de Leuvenaren op de counter. Schrijvers op rechts, maar het ligt helemaal open op links. En dat heeft Mercier niet gezien, dus moet hij wel voor eigen succes gaan. Uiteindelijk toch die bal daar gekregen. En de redding van Van der Voort op het schot van de Norre. Alleen forceren. Altamari blijft gaan. Wat een soloactie van de Jordaniër. En hij kan misschien nog schieten ook. Dat doet hij, de redding van Van der Voort. Even solo slim van Moussa Altamari. Wat fraaie spitse goals gemaakt. Zo op de radar van Genk staan. Nog altijd eigendom van Chelsea. Ito. Snel gecombineerd. Is grote klasse Racing Genk. 3-0 over dan Ito die even aan de bal komt. Even voelen. Munoz dan ook voelen met Torstvedt. En uiteindelijk gebruikt hij Bongonda als laatste tussenstation. Die het met een hieltje doet. Knappe assist voor Bongonda. Vekemans. Maar Bastien Thomas opnieuw aan de bal. Hakpasje. Bedoeld voor Arteaga, komt er niet uit. Eiting simpel tot bij Thomas. Ito. En dan is Romo te snel op die bal. Geen vervolg van Allemeers. Romo. Thomas. Ito. Romo is uit de goal. Onuachu voor zijn tweede misschien. Legt hem naast. Torstvedt was boos op de doelman. We zitten dus in de blessuretijd. Overleg tussen Heijnen en Eiting. Schepasje is heerlijk uitgevoerd. Wow! Racing Genk voor de bühne. Te gemakkelijk hoe OHL dit weggeeft. We zouden bijna zeggen een koekje van eigen deeg. Want een ingestudeerde vrije trap. En Karel Eiting. Die staan slecht gepositioneerd. Kijk naar de positie van Allemeers. En kijk ook van waar Torstvedt vertrekt. Het zijn allemaal verplichtingen vanuit Tubeke dat ze dat moeten tonen. En
Het is hier gedaan. 4-0. Dat is het eindresultaat in het voordeel van Racing Genk. Ze hebben...